Haas heeft als eerste team de kleurstelling voor aankomend seizoen gelanceerd. Ja, het team heeft een aantal computergegenereerde foto's van de wagen naar buiten gebracht, waarmee Mick Schumacher en Nikita Mazepin dit jaar de strijd aangaan. De VF22 is het eerste exemplaar dat voorkomt uit een geheel nieuw ontwerpbureau van Haas, dat onder leiding staat van directeur Simone Resta. Het overwegend witte design van het afgelopen jaar dat samenging met komst van titelsponsor Uricali voert ook dit keer de boventoon. Ook dezelfde blauwe, rode en zwarte tinten die zijn terug te vinden op de nieuwe auto. Ja, wat vind jij van deze livery? Laat het weten in de comments hieronder en bedankt voor het kijken naar deze GP Fan Shorts. Hoi!